Philippe Clément, de euforie na die prachtige prestatie tegen Brugge, die was groot, hè? Maar de dag daarna, dan moet die klik weer naar de volgende wedstrijd. Hoe moeilijk of hoe gemakkelijk was dat? Voor mij gemakkelijk, want ik ben altijd iemand die niet te veel in het verleden leeft en altijd naar voren kijkt. En ambitieus is ook naar die volgende match. De spelers hebben toch wel wat recuperatie gehad ook. Het was niet dat we 3 dagen daarna terug moesten spelen. En dat is ook gebeurd. Dus de jongens hebben heel veel lof gehad van overal en terecht ook. Want ze hebben een heel goede wedstrijd gespeeld. Maar nu moeten ze ook laten zien dat ze met die lof kunnen leven ook. En dat ze terug even scherp zijn en dat ze niet naast de schoenen gaan lopen. Ja, die prestatie tegen Brugge die was zeer goed. Hoe moeilijk wordt het om dat te herhalen in Standaar? Ja, heel moeilijk. Het was echt een topmatch. Het zijn ook 2 totaal verschillende tegenstanders. Dus dat kan je ook niet vergelijken. Je kunt niet op dezelfde manier in Standaar spelen als we tegen Brugge hebben gespeeld. Maar we hebben wel een plan hoe dat we het willen aanpakken, en, zoals altijd. En ik vraag heel veel van mijn spelers, net zoals de voorbije weken. Net zoals op Antwerpen bijvoorbeeld ook, waar we ook een goede wedstrijd spelen. Maar die verlies je dan. En zo dicht ligt het bij elkaar in die play-offs. Het kwaliteitsverschil is echt heel klein en je moet je momenten goed pakken. Standaar kent een, ja, op zijn zachtst gezegd, wisselvallig seizoen. Zeker uit was het heel wat minder, maar thuis zijn ze supersterk. Ja, thuis zijn ze heel sterk. Dat is ook door de supporters, door de sfeer die daar heerst. Het geeft heel veel energie aan de spelers daar. We hebben er een heel goede wedstrijd gespeeld in de competitie. Spijtig genoeg gelijk gespeeld. Helemaal op het einde dan nog een doelpunt geslikt. Dus we gaan nu om voor die uitdaging, het is 7 jaar geleden dat we nog gewonnen hebben daar, om die uitdaging ook te kloppen. En zoals de groep dit jaar al veel statistieken heeft geklopt. Onze 1300 man gaat ook mee, hè? Ja, top, hè. Heel het bezoekersvak helemaal uitverkocht. Ik heb gehoord dat er nog veel mensen nog wilden gaan. Misschien zitten ze nog ergens verspreid in het stadion daar. Maar je ziet dat Kaarsen Genk helemaal terugleeft. Je ziet dat ook in die thuismatchen. Het stadion terug vol, die helse sfeer al voor de match. Dus alleen maar genieten van mij. Want dat is een van mijn grote doelen van 1,5 jaar geleden, hè, waar we mee gestart zijn. Om die terug te bewerkstelligen. En ik ben heel blij dat al dat enthousiasme terug is.